Vandaag in het Tsjechië van Alkmaar vragen wij de jongeren aan wie ze een complimentje zouden willen geven en waarom. Heb jij een mooie jas aan? Aan wie zou jij een complimentje willen geven en waarom? Aan mijn vader. Omdat hij zo lekker kan koken. Nou, mijn moeder. En waarom? Of course. Nou, omdat ze gewoon ontzettend goed doet als alleenstaande moeder. En met 3 dochters veel leuke dingen onderneemt. Ja. En moeder? Daar ben ik natuurlijk wel heel trots op, als ze dat zegt. Wie zou u een compliment willen geven? Ik zou mijn 3 dochters een compliment willen geven. Ik ben erg van complimenten geven. Ik hoop dat ik dat regelmatig doe. Maar omdat ze me zo goed helpen. Het is geen zelfsprekendheid voor 3 puur. Dus ik ben heel wat trots op. Duidelijk antwoord. Ja, wel moeder. Ja, mijn vriendje dat hij het al 2 maanden met me uithoudt. Voor de rest. Dat is een heel mooi streven. En dan is mijn vraag aan u. Wie zou u een complimentje willen geven? Ik hou dat je zo weer je best doet om mij te interviewen. Nou, dat vind ik heel lief van u. Is dat leuk? Ja, hartstikke. Okay. Dank u wel. Wie wil jij een complimentje geven en waarom? Ja, vooral mijn moeder, omdat ik vandaag met haar naar de stad ga. En ik wil haar bedanken voor al mijn kleren en zo. Dus, dank u wel. Ik vind dat jij wel erg goed bezig bent met het interview. Ja, dat hoor ik wel vaker. Maar die vrouw niet die er staat, toevallig. Nee, ik weet niet wie dat is eigenlijk. Niet? Misschien zou zij wel een complimentje willen geven. Aan wie zou u een compliment willen geven? Aan mijn jongste zoon. Ja? Ja. Het is de Nationale Complimentendag. Wie zouden jullie een complimentje willen geven en waarom? Ik denk mijn vriend, omdat hij zo hard werkt. Zo. En jij? Ik denk mijn moeder, omdat ze gewoon heel veel voor me doet. Ik ben altijd heel lief voor me. En omdat ze lief is. Ja, en lekker kan koken en lekker kan eten. En wie zou je? Ik zou niet weten. Ik ga niet hetzelfde zeggen natuurlijk. Nou, mijn kleindochters dan, dat ze goed kunnen leren. Wat heb jij een mooie glimlach. Ja. En wie zou u een complimentje willen geven? Nou, mijn dochter. Ja? Ja, hoezo? Omdat het een hele grote doorzetter is. Mooi zo. Ja, met schaatsen en met school. Aan mijn vader, omdat het heel goed met hem gaat. Omdat hij een tijdje moeilijk heeft gehad en het gaat nu eigenlijk een stuk beter. Oké, okay. Mooi zo. Fijne dag nog. Oké. Okay. Ik vind wel dat u heel goed uw werk doet, hoor. De conclusie van vandaag is dat veel ouders complimenten krijgen van hun kinderen, omdat ze nog heel erg gewaardeerd worden. Dit is wat zeg je van Alkmaar. Wat heb jij mooie schoenen. Dankjewel, joh.